Nijpels, en je had het al over de klimaattop in Glasgow. Daar ga ik het ook over hebben. Dag meneer Nijpels. Goedemiddag mevrouw Spijker. Ja, u bent VVD-prominent, maar ook voorzitter van het Klimaatberaad. Heeft u meegeluisterd naar het verhaal met Bernard Krikke? Dan heeft u gehoord dat er in Nederland heel hard gewerkt wordt door bedrijven om eigenlijk wereldwijd producten te maken waar de wereld, de planeet niet onder lijdt en waar wij dan wel blij van worden. Dus ik zou het u ook aanraden om dat te gaan kijken vrijdagavond. Ik heb niet meegeluisterd, maar ik weet van de ervaringen rond het klimaatakkoord dat er heel veel bedrijven bezig zijn met allerlei nieuwe vindingen. En wat dat betreft ben ik ook gewoon heel optimistisch over de vraag, over het antwoord op de vraag, of wij uiteindelijk ook voor een deel met technische middelen het klimaatprobleem kunnen oplossen. Dat zou inderdaad heel mooi zijn. Ja, die grote klimaattop van Glasgow die is bijna een week onderweg en duurt ook nog tot en met vrijdag. Heeft u nog contact gehad met premier Rutte? Nee, ik heb hem de afgelopen weken niet gesproken. Hij is trouwens al lang weer terug, want hij is druk bezig om een kabinet in elkaar te knutselen. Ja, er zijn wat prioriteiten. Bent u een beetje trots op hoe hij het gedaan heeft? Of heeft u ook gezien, vast wel, dat er heel veel kritiek op hem is? Nou, het gaat niet om of ik er trots op ben. Waar het mij om gaat, ik ben door het kabinet, dus ook door Mark Rutte aangesteld als onafhankelijk bewaker van het klimaatakkoord. En ik moet vaststellen dat Nederland nog een aantal slagen heeft te maken. En het roepen om actie deze week, dat vond ik even een beetje merkwaardig, omdat Rutte daarmee in feite zichzelf toespreekt. Want hij heeft het bedrijfsleven niet aan te zetten tot actie. Het bedrijfsleven staat te trappelen. De Nederlandse burger is ongerust, staat ook te trappelen. En het is vooral nu aan de politiek, aan de informatietafel, om een regeerakkoord te maken. Dat het klimaatbeleid een stevige boost krijgt om dat woord uit de coronawereld maar eens te gebruiken. Ja, het argument wat hij gebruikte was van we zijn demissionair en het is aan een volgend kabinet. Maar dat zou ik wel. Nee, dat mag u even ontbreken. Dat is natuurlijk dat is een beetje onzin. Want het kabinet heeft in de begroting ook, en dat was voortreffelijk, zo'n dikke 7 miljard extra uitgetrokken. Dus het kabinet kan gewoon alles doen. Demissionair betekent niet dat je niks kunt voorstellen. Maar de Tweede Kamer kan het tegenhouden. Maar dat kan de Tweede Kamer altijd. Dus kortom, het kabinet heeft wel degelijk wat gedaan. Bij de miljoenennota. En dat betekent dus ook, in het verlengde daarvan, dat het kabinet nu ook, als ze dat politiek willen, gewoon meer zou kunnen doen. Hij heeft inderdaad niet ondertekend dat hij zou afzien, zoals andere landen wel hebben gedaan, van financiële steun en garanties aan bedrijven die veel CO2 uitstoten. Maar die zijn afhankelijk van fossiele energie. Is het economisch gezien dan wel slim wat Rutte doet? Ik weet niet of dat slim is. Een aantal andere landen, zoals in de Europese gemeenschap, maar ook Amerika, heeft het wel gedaan. Als er één land afhankelijk is van de fossiele industrie nog steeds, dan is dat ook Amerika. Dus met andere woorden, ik denk dat het een verkeerd signaal is om niet te tekenen. Want wij zitten in dezelfde positie als die landen die dat wel hebben gedaan. En er wordt ook niet gevraagd om van vandaag of morgen onmiddellijk iets te doen. Maar gewoon om je beleid erop te richten om niet langer die fossiele industrie te steunen. En dat is ook heel verstandig, want we willen af van fossiele brandstoffen. Dus willen we ook af van het gebruik van die fossiele brandstoffen. En dan is het goed als je die intentie daarover, als je die ondertekent. En dan een beroep doen op de demissionaire status. Dat gaat in dit geval natuurlijk niet op. Want ik vertel u al, je kunt ook als demissionair kabinet gewoon beslissingen nemen. Als je dat in het belang van het land vindt. Want dat is de opdracht die de koning altijd geeft aan een demissionair kabinet. U vindt dat geen argument. Maar dan nog, er is natuurlijk wel angst dat de grote bedrijven die in buitenlandse handen zijn, die nog steeds veel CO2 uitstoten, dat die naar het buitenland zouden gaan als Nederland te hard gaat ingrijpen. En is het niet heel fijn dat die andere landen nu zeggen, wij conformeren ons wel aan een akkoord om niet langer deze bedrijven te steunen, zodat die angst in ieder geval niet zo groot is in Nederland? Ja, maar het is een heel bekend en heel oud argument, de angst dat bedrijven wegtrekken. Daarvoor hebben we dan juist de Europese gemeenschap. Net alle grote bedrijven in Nederland, maar ook in Europa, die vallen allemaal onder dat Europese handelssysteem. Hebben dus ook te maken met dezelfde regels. Er komt nu een koolstofbelasting voor alle producten die naar de Europese gemeenschap worden geïmporteerd.
waardoor er een gelijk speelveld ontstaat. De Nederlandse of Europese bedrijven hebben dus geen last van oneerlijke concurrentie van het buitenland. Kortom, de bedrijven die worden wel degelijk beschermd. Maar ja, u heeft vorige week bij uw collega's van de televisie ook de voorzitters van de raden van bestuur van Philips, maar van Unilever of van Nationale Nederland dan kunnen horen, die allemaal een beroep doen op de Nederlandse politici om veel sneller te gaan. Ja, dat zijn natuurlijk geen hobbyisten of zo, of klimaatfanatici. Dat zijn grote multinationals en die hebben samen met 60 of 70 andere collega's wereldwijd een beroep gedaan op de politici om sneller te gaan. Dat doen zij niet omdat ze meer winst zullen maken, maar dat doen ze A, uit bezorgdheid, B, omdat ze ook denken dat bedrijven die niet duurzaam worden geleid geen toekomst meer hebben. Dus luister vooral ook naar die grote ondernemingen. Die zorgen voor werkgelegenheid, zorgen voor economische groei. En die staan een verstandige taal uit. Bernard Krik, heb jij gemerkt in je rondje langs die kraamkamers van de toekomst eigenlijk, als het gaat om producten die we dan gaan kopen en die de planeet niet belasten, dat zij iets verwachten van de politiek? Nou, eigenlijk niet, want ze zijn allemaal, sommigen zijn via de universiteiten wel bezig met samenwerkingen. Maar tegelijkertijd zeggen zij, ja, wij zijn gewoon een bedrijf. Wij proberen ook op een hele zorgvuldige manier dat product uit te werken en uiteindelijk commercieel te maken. En nou ja, bijvoorbeeld dat kweekvlees waar we het over hadden, daarvan is wel belangrijk dat Europa nu gaat kijken dat er ook daadwerkelijk toestemming gegeven gaat worden. Dus in die zin is er wel een rol voor de politiek. Maar ik merk ook dat zij heel nadrukkelijk allemaal zeggen, ja, wij zijn wel gewoon een echte onderneming en het moet gewoon uiteindelijk ook rendement gaan opleveren. Er hoeft niet alleen maar subsidie bij. Nee, het kan overigens wel soms zijn, dat is ook een goede zaak, dat de overheid tijdelijk subsidieert om een ontwikkeling op gang te brengen. Soms is er geen markt voor het product, dus dan moet je een bedrijf helpen om zo'n markt te organiseren. Maar subsidie moet altijd tijdelijk zijn, want bedrijven die permanent aan het subsidieinfuus liggen, die hebben uiteindelijk ook geen toekomst. Nou, ze houden toch al een tijdje uit, die grote bedrijven die dus wel ofwel garantie